gasten van het Gamekonijn. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we de nieuwe update bekijken in Fiverr. Dus vind je dit nu al super tof? Vergeet niet even hieronder te abonneren. Want bij 2k abonnees, jongens, geef ik gewoon 2000 Robux weg. En halen we het voor 2022, waar het op dit moment heel erg op lijkt. We hebben namelijk gewoon bij de vorige video hebben we 60 abonnees erbij gekregen in één dag. Dus als we zo doorgaan, jongens, we zitten op dit moment op 16 of 1700 abonnees bijna. Ja, jongens, dan halen we het gewoon easy. Dus vergeet niet even te abonneren. Drop gelijk die like. Kunnen we 140 likes halen op deze video? Zou super tof zijn. We gaan het proberen en we gaan snel starten. Let's go! Als eerste update die we een beetje hebben gehad is... het geld is gereset en dat is helemaal naar iets nieuws. Het is nu veel moeilijker om geld te krijgen, dus je zult ook veel minder mensen zien met een miljoen. En daardoor zijn er ook heel veel auto's bijgekomen. We gaan gewoon even de auto's doorlopen. We hebben hier de Volvo. Dat is een beetje zo'n, zo'n SUV-achtige. Hij heet ook een Country. Heel erg mooi ding. Het is 25.000 euro. En dat is gewoon echt een prachtig ding. Hebben we hier de Alfa Romeo. Even kijken hoe die eruit ziet. We gaan gewoon even alle auto's langs. En dat is zo'n auto. Oeh, dat ding is lelijk. Die had eigenlijk krom horen te zijn. Maar ja, ik vind best wel een mooie auto op zich. Die is... Oei, die is wel aan de prijzen gekant. Die is 100.000 euro. En de Audi is dan weer goedkoper. Oké. Had ik niet verwacht. Ik weet niet wat voor een Audi dit trouwens is. Type A. Volgens mij is dit ook een beetje zo'n SUV. Dan hebben we verder nog de BMW. Dit is, dit is zo'n oude gek. Voor 50.000 euro heb je zo'n oude BMW. Die vind ik zelf best wel leuk. Een beetje zo'n cross ding. Hebben we er eentje voor 70.000. Dit is zo'n luxe. En een G Sportline 80.000. Nou, die vind ik best wel nice uitzien. Dan hebben we hier een Honda. En dat is, een beetje zo'n Jeep-achtig. Die is 20.000. Kun je dus gelijk kopen met je startersgeld, wil je, hè? Ik zou het alleen niet aanraden. Dan hebben we er hier eentje. 180.000. Dan heb je echt een zieke Mercedes. Ik hoop trouwens wel dat je ooit nog de kleuren kan gaan veranderen. Want ze zijn nu allemaal hetzelfde. Oh, deze Mercedes is gewoon cabrio gek. 160.000. En wat is dit? 200.000 heb je echt zo'n gekke Mercedes. Voor deze gaan we uiteindelijk. En dan hebben we nog een Opel. Dat is zo'n Opel Rivera. En een Toyota Corolla. Nou, die pakken wij even, want dat is gewoon mijn enige auto. Dan zie je ook gelijk dat de auto's op een nieuwe plek spawnen. Vroeger spawnden we daar ergens en nu spawnen we hier. Op zich best wel fun, want zo kun je gelijk de weg op. Heb je daar niet steeds die ontstoppingen in die kleine straatjes. Dus dat is echt super nice. Ja, voor de rest, alle locaties zijn veranderd. Volgens mij is Coke er zelfs uitgehaald, want ik ben al een tijdje op zoek naar de Coke. Alleen, ik kan hem niet vinden. Ik heb ondertussen wiet heb ik en zo heb ik gevonden. Maar ja, de locaties zijn allemaal veranderd. Want als we zo eens even naar een locatie toe rijden waar we... waar vroeger bijvoorbeeld je ammo kon kopen en zo. Dan zie je dat het allemaal weg is. Kijk, hier zat vroeger in een huisje. Dan kan ik een beetje laten zien hoe goed het verstopt is. In dit huisje zat vroeger dus de plofkrakenmateriaal. Maar kijk, daar kom je gewoon niet meer in. Als we er eventjes fly me doen, dan kun je nog wel zien dat er een plateautje in ligt. Kijk, zie je? Je ziet wel dat hier iets heeft gezeten. Want als we naar het volgende huisje toe gaan, dan is het gras en dan houdt het hier zo op. En dat is gewoon een beetje bij elk huisje als we daar ook naartoe gaan. Dus kijk, dit is de bovenverdieping, maar dit is dan weer de onderverdieping, zie je? Dus zo zie je wel dat er iets heeft gezeten vroeger. Dus ja... Nou, ik vind het best wel een super vette update. En wat mij betreft vind ik dit beter zo, omdat zo nu iedereen opnieuw is begonnen. Sommige mensen hebben gewoon al een Mercedes en dat soort dingen. Maar ja, weet je. Ach, daar kom ik vanzelf wel. Ik heb op dit moment 7k en 1.3 heb ik zwart. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt als ik het ga witwassen. Dus ik ga het eventjes witwassen en dan ben ik bij jullie terug. Ik sta op contant 5000. Dus even kijken, contant 5000. Dus dan moeten we even kijken of wat er hierbij opkomt. Volgens mij komt er namelijk bij contant. Ik dacht, ik ga bank ook nog bij houden. Maar volgens mij, het komt echt bij contant. Dus we gaan dat even fixen. En dan ben ik zo meteen hier weer terug bij de burgerspan. Nou, we hebben er uiteindelijk gewoon nog best wel wat voor gekregen.
We missen gewoon €220, maar dat ja, is niet superveel. Ik denk dat als je het in grotere bedragen doet, dat je nog voordeliger uit bent. Dus dat valt nog best wel mee. En we gaan gelijk door naar de volgende update. Dat is namelijk dat je de logo's inmiddels, die zijn verwijderd. Dat kwam door copyright, dus het is eventjes zo, maar dit wordt natuurlijk nog aangepast. Doet Marktplaats het ondertussen? Nee, jammer. Die doet het nog niet. En iets wat ook nieuw is, is dat als je money gaat glitchen via de ING-app, dan word je automatisch geband. Dus dat is echt super handig. Ik weet niet hoe dat werkt precies, maar goed, dat hoef ik verder ook niet uit te leggen. Zorgt alleen maar voor een ban, jongens. Dus ja, dat is echt super tof dat dat in ieder geval weer werkt. Ik vind het wel jammer dat ik nu echt letterlijk al mijn geld kwijt ben, maar goed, ja, het is maar zo. Je hebt je rangen trouwens nog wel, dus bij de politie, brandweer, ambulance heb je je rangen nog. Ja, en voor de rest is het... Oh ja, er is wel iets nieuws. Er zijn nieuwe wapens. Maar daarvoor moet ik zo meteen maar eventjes naar de Black Market toe rijden. En dan moet ik daar eventjes vandaan en dan moet ik even het menu hier zo laten zien. Dus ja, we gaan eventjes richting de Black Market rijden en dan ben ik zo bij jullie terug. Yes, ik heb de Black Market en zoals je kunt zien zijn er een hoop dingen bij. Voor de mensen die de oude Black Market kennen... Tot aan Draco gingen wij een beetje en daarna was het, ja, dit is nieuw allemaal. Volgens mij waren dit wel de dingen die, hoe heet het, die de gangs hadden. Maar goed, laten we even kijken. De dingen trouwens met een suppressor, dat is met een demper, daar krijgt de politie geen melding van. Dus dat zijn echt best wel dure wapens, maar zeker een goede investering. En we hebben natuurlijk ook gelijk een kogel weer in het vestmenu. Die moeten we eigenlijk wel eventjes halen. Want die hou je gewoon. Dus die ga ik gelijk maar halen, aangezien ik hem nu toch heb. En als we hier op tas klikken, dan hebben we echt een super gave tas. Ik weet niet of jullie de tas van vroeger kenden. Dat was namelijk een, ja, gewoon een zwarte tas. Maar hier passen dus ook echt de grote wapens in. Oh. Rangpaneelbrandweer. Kijk, dat is wel een beetje vervelend. Maar kijk, als we nu op tas drukken, tada! Zieke tas. En hierin kan, ja, kun je gewoon echt je dingen in doen. Dit is gewoon een campertas of zo. Ik weet niet precies. Maar goed. Kijk dit. Tafak. Lijp toch? Ja. Maar dit was ook wel weer een beetje de update, moet ik zeggen. Volgens mij heb ik alles wel een beetje gehad. Dus ja, voor mij is het in ieder geval een hele gunstige update. Ik vind dit echt super tof. En we gaan even flink doorknallen naar die... ja, naar... De Mercedes en dat soort dingen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet even niet te abonneren hieronder. En druk even op dat blauwe duimpje. Oh nee, tegenwoordig is die zwart. Nou ja, druk even op het duimpje omhoog. Maak je mij weer blij. En bij de 2K abonnees geef ik een Robux giveaway weg. Dus jongens, druk er even op. Maak je mij weer heel blij. En dan zeg ik zoals altijd, laters.